Met Angela Zalmo gaan wij verder praten over Museum Nacht. En ik lees hier op hun pagina: nog één nacht te slapen, dan hebben wij Museum Nacht. En nog twee dagen te slapen, dan hebben wij Museum Dag. Dus twee activiteiten, mevrouw Zalmo. Yes. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, Museum Nacht, dat is morgen. Morgenavond al, ja. Ja. En Museum Dag is zondag. Klopt. Waarom twee aparte activiteiten met betrekking tot de historische bezienswaardigheden? Naar aanleiding van het feit dat wij feedback hebben gehad vorig jaar dat zoveel mensen niet alle plekken konden zien. Dat is één. En twee, het is kort dat je kunt blijven, want het is een bepaald uur alleen dat het er is en daarna mis je dus alles. Dat is één. En twee, de districten geven ook aan van wij hebben ook het een en ander te bieden. Dus vandaar dat we dus nu ook naar de districten gaan. De districten? Ja. Dat Anokona Wanda Wetak district. No. We gaan naar Koroni, we kunnen gaan naar Kamowene, we gaan naar Marowene en zelfs naar Sipaliwini. Sipaliwini? Ja. Oké. Dus die plekken hebben ook bezienswaardigheden. Ja, bezienswaardigheden. Als we denken aan Koroni, hebben we dus dan van het erkabisdom, ja, hebben ja, bijvoorbeeld ja. De monumentale gebouwen, hun kerken van de 18e en 19e eeuw. De manier waarop ze daar omgaan met kokos, hoe ziet dat proces eruit, ja. Verschillende andere ondernemers die ook gaan aangeven hoe ze overgaan tot hun productie. Maar ook het gerechten die daar worden klaargemaakt, zijn ja. Op een andere manier. Als we denken aan Sipaliwini, dan kan men gaan naar, ik weet niet als het al bekend is, die Tabiki Museum is er. Het is niet zo lang geleden geopend en dat doet ook mee dit jaar aan een museumdag. Okay. Als we kijken naar Kamowene, dan is het wel bekend dat we dus naar Frederiksdorp kunnen gaan. En daar heb je dus dan trail, dus ook het verhalenmuseum heb je daar. En wat ze natuurlijk ook wel hebben is de Bonnie Trail van Frederiksdorp, dat ze dus het een en ander gaan vertellen in de avond. Geweldig. En hoe heeft de organisatie zaken op orde gesteld met betrekking tot personen die richting de districten willen gaan, maar die mannen waren rego. Ze hebben dat een paar bus met een groep mensen. Fugwa, koroni, godriwan, kokos, water, nyawan, kronto, koko. Ja. Tiswan, oni. Ja, dus. Bijwan, batra, kronto, oli. Ah, dit is aan dat regel, maar jammer genoeg, want we hebben koroni tour, but sold out. Mikado. Ah, we gaan dan go 1, 2, 3. Ja. Ik kan gewoon naar Kamowene. 1, 2, 3. Sold out. Ja, dus men heeft meer belangstelling voor de districten. Voor de districten, en, ja. En voor die Tabiki is het ook sold out. Dus dat is wel met eigen vervoer. Dus je gaat wel vanuit ergens moeten gaan richting het water en dan op. Maar tegen een gereduceerd tarief, dus 50 SRD maar betaal je, om daar naar binnen te gaan. Dus dat is wel geregeld. Dus dat is wel een effort. Is wel een effort. Dus maar je moeite waard. Je moet je eigen weg naar daar zien te vinden. Ja, maar er zijn genoeg begeleiding. Er zijn mensen die dus dan als vrijwilliger zullen werken. En die dus dan de nodige begeleiding zullen geven aan de mensen die geïnteresseerd zijn om er naartoe te gaan. En hoe belangrijk is deze activiteit? Oké, dit jaar hebben we als thema kennis en natuurlijk onderzoek. Ja. Maak kennis op verschillende manieren met diverse musea en ook niet musea. Want bijvoorbeeld G Art Block doet mee waarbij je dus daar heel veel kunst gaat zien. En, maar je kan natuurlijk research doen. Wat gebeurt er op een moderne manier? Wat heeft er in het verleden plaatsgevonden? Zodat jij verder ook, als je belangstelling hebt voor kunst en kunstontwikkeling in Suriname, dat je dus van daaruit je ingang kan vinden. Er is bijvoorbeeld Clevia Park, heeft een boomhutten museum. Wat is dat? Hoe is dat ingericht? Wat kan ik allemaal daar beleven? Je hebt het Nationaal Archief. Wat is het daar allemaal? Wat wordt er gearchiveerd? Wanneer terug? Kan ik mijn informatie daar vinden? En zoveel meer kom je dan te weten. Want we weten dat we over het algemeen tot heel laat werken en geen gelegenheid hebben om rustig te gaan zien, te gaan leren, te gaan onderzoeken over de verschillende plekken ja, die dus meedoen. Zit die cultuur in de Surinamers, dat je dat naar morgen voor je want to wait, man,
Ja, we gaan aan Nederland aan museum naar. Het is er. Het is er. Weet je waarom? Na COVID is dus de tweede keer dat we deze museumnacht houden. En nu zelf een dag erbij. En vorig jaar hadden we ruim 7000 mensen op de been. Ja, wauw. Juist. Geweldig. Dus het gaat enorm stormlopen. En vandaar dat we ook hebben gezegd, we hebben een nacht. En het begint om 5 uur 's middags. Ja. En eindigt tot 11 uur 's avonds. En museumnacht houdt in dat Klevia Park meedoet, G Art Blok doet mee, het Nationaal Archief wat ik zo net heb aangegeven, Suriname doet mee, het Surinaams Rumhuis. En als mensen ook daar een tour willen krijgen, moeten ze reserveren. Ja, dus heel ja. veel informatie is online, zodat je kunt reserveren. En wij hopen echt dat wanneer je opgeeft, dat je ook daar echt gaat. Ja. Omdat je anders een plek van een ander dan bezet houdt. En de bekende plekken als Fort Zeelandia. Ja, daar doet sowieso mee, want Stichting Surinaams Museum. Ja, die doet dan zaterdag mee, Fort Nieuw Amsterdam. Het Telecommunicatiemuseum van Telesuur, dus dan ook mee. Zij doen ook mee. Villa Sapakara doet ook mee, Museumnacht. Surpos is nieuw. Ja, en dat museum van het Nationaal Leger? Nee, dit jaar niet. Zij doen dit jaar niet mee. Okay, maar NAX doet wel mee. Ja, ja, en Numismatisch Museum doet dan ook weer mee. Voor die avond zijn er dus dan 10 plekken waar mensen dus naartoe kunnen gaan. En natuurlijk Verhalenmuseum, dus we gaan ook richting Vredesdorp. Let wel, Vredesdorp is ook al vol. Ja, ja. En waar zou men zich moeten opgeven? Is er een nummer, een page? Ja, er zijn dus verschillende busroutes. En mensen gaan dus online dus zich opgeven. Gewoon museumnacht invoeren. En dan kom je op onze page. En dan kun je dus aangeven waar je wil gaan instappen. Er zijn 6 plekken waar je kunt instappen. En als je instapt in die bus, kun je naar verschillende plekken gaan. Dus bijvoorbeeld als je zegt, ik wil gaan voor route 1. Dan ga je naar Klevia Park, of je bent al in Klevia Park. En Klevia Park, dan word je gebracht naar het Surinaams Rumhuis. Ja. Als je zegt, nee, ik ben al eenmaal bij het Surinaams Rumhuis. Ik wil gebruik maken van de bus. Die bus brengt je naar Villa Sapakara en Stichting Surinaams Museum. Ja. Bij Surinaams Museum brengt die busje verder naar het Numismatisch Museum en Surpos, dus weer in de stad. Van Surpos is route 4. Dan word je gebracht naar het Joods Museum. En dan doorrijden aan de verlengde Keizerstraat ga je naar Art Blok. En route 5 van Art Blok word je dus gebracht naar NAX en het Nationaal Archief. Dus meer naar het zuiden van Paramaribo. En route 6, dat is wel vol. Dat is Fort Zeelandia, Marienburg naar Frederiksdorp. Slechts 50 SRD voor die bus? Nee, is 140, dat is die laatste en de rest is gratis. Gratis? Ja. En ik lees werkelijk hier, registratie voor Coroni is uitverkocht. Uitverkocht. Abo, mevrouw Zalmo, bedankt voor het willen komen. En ik wens jullie heel veel succes en ik hoop dat wij 2x7000 bezoekers zullen krijgen. Hartelijk dank. Voor dit keer. Yes. Yes.